Hallo, ik ben Arne van Haken en ik moet eigenlijk iets heel gênant bekennen. Ik ben niet altijd de vlotte jongeling geweest die ik nu toch schijn te zijn. Mijn eerste verleidingstechniek die hield eigenlijk in dat ik op de speelplaats in een lagere school in de klimrekken klom en dan speeltijden lang helemaal van boven op de mast bleef zitten. En de reden daarvan was dat ik eigenlijk altijd opkeek naar Jack Dawson, gespeeld door Leonardo DiCaprio in de Titanic. En ik wist dat Rose, Kate Winslet, dan eigenlijk verliefd werd op Leonardo DiCaprio doordat hij eigenlijk in de wind met zijn lokken in het oneindige keek. Dus ik dacht, dat werkt. Dus ik zat dan speeltijden lang op dat klimrek, omdat het meisje waar ik verliefd op was, Marjolein, naar mij zou komen. Maar iedereen kwam, Stefan en Maarten en Bart, maar Marjolein die kwam nooit. Nooit. En ik moest iedereen met een kluitje in het riet wegsturen, en Marjolein die kwam nooit. Nooit meer lief geweest. Gênant. Voilà, dat was mijn bekentenis.